Goedenavond, beste luisteraars. Welkom bij de Niet Zo Serieuze Sprookjes met Geron de Wulf. We zitten live in de Charlatan. Jullie herinneren zich nog wel vroeger dat jullie als kind gingen slapen en dat mama of papa dan een verhaaltje voorlas en dan word je ouder en dan worden er geen verhalen meer voorgelezen. Dus deze verhalen zijn voor jullie volwassen luisteraars. Ik heb ook een collega erbij gehad, Rishi Panchasara, en die gaat mee vertellen. De opdracht van het publiek: er was eens een lelijke draak die de alimentatie niet kon betalen. Ik voel al dat het een dramatisch sprookje wordt. Hier gaan we. Er was eens een lelijke draak die de alimentatie niet kon betalen. Zijn draakhol bevond zich op een hele hoge berg in de verre koude provincie in China, namelijk Pyeongchang. En in Pyeongchang waren er maar twee draken. Hij en de vrouw waar hij kindjes mee had. Hij was een lelijke draak, maar omdat er maar twee draken waren, was de vrouw uiteraard tot die keuze gedwongen. Op zich was dat niet zo slecht. Er moesten geen moeilijke dagen gepland worden. Het daten was eigenlijk vrij simpel. En op zich had die vrouwelijke draak dan ook niks om mee te vergelijken of hij goed was of niet in het drakennest. Maar toch waren ze uiteengegaan. En uiteraard, als je uiteengaat en je hebt kindjes, dan moet je als man daarvoor opdraaien. Wat zowel waar was in het oude, archaïsche China, is zelfs tot op de dag van vandaag nog altijd een harde realiteit. Gelukkig waren de drakenkinderen al lang het nest uitgevlogen en waren ze gaan studeren in Amerika. Dus op dit moment werd de alimentatie nog 5 keer duurder. Want als papa draai je daar ook voor op. En de arme, lelijke draak wist niet meer wat hij moest doen. Hij moest dringend aan geld geraken. Maar hoe? Op een gegeven moment was hij aan het snikken en aan het huilen op het hoogste topje van de berg. Rillend van de kou, zichzelf niet eens meer kunnen verwarmen met zijn eigen adem, rolde een traan langzaam naar beneden. Door de koude, bevroren traan en langzaam maar zeker rolde die de berg af en werd een grotere en grotere sneeuwbal. Tot op het moment dat de draak zag dat zijn traan, die grote sneeuwbal werd, een heel oud mannetje zou raken. Dat oud mannetje sprong juist op tijd weg. Oef. Oef, dacht de draak. Want ook dat nog op mijn geweten hebben zou misschien wat te veel van het goede zijn. Nu het oude mannetje die blind was en met een stok wandelde, stapte de berg op. En het oude mannetje was een hele oude wijze man uit China, Ling Ping. En Ling Ping had die sneeuwbal voelen komen. Voelde de paniek en de tristesse bij onze lelijke draak. En sprak de wijze woorden, de Chinese woorden, het wijze gezegde waar de Chinezen voor bekend stonden. O draak, lolt een traan de berg af en kan je die ontwijken, zal het bijna slachtoffer je met eindeloos goud verlijken. En zo veranderde het noodlot van de draak in absolute winst. De draak kreeg gouden munten van de oude wijze man. Hij was nog steeds een lelijke draak, maar nu een rijke lelijke draak. En uiteraard had dat vrouwtje dat gezien. En ondanks dat hij nog altijd lelijk was,
was het geld aantrekkelijk genoeg. En zij kwam terug. Doordat zij terugkwam, was er ook ineens van alimentatie geen sprake meer. De draak zei toen... Ah, nu ben je er weer. Wat had je nu gedacht? Dat ik je zomaar ging terugnemen? Ha, antwoordde de vrouw. Eigenlijk wel, ja. Je hebt geluk, sprak de draak. Gelukkig ben jij de enige lelijke draak in heel het Chinese land. En ik geef je nog één keer een kans. Maar als je me nu nog verlaat, dan... Dan maak ik je kapot. Nu... Het was een slimme drakenvrouw. Die wist, oh, met dat geld zit ik jaren gebeiteld. Dus ze leefde nog lang en gelukkig. En wat is nu de moraal van dit verhaal? Als je lelijk bent en je hebt geld, is er eigenlijk geen probleem. Slaap lekker.